Kawasaki. Shukluki. En Kawasaki. Hallo allemaal, ik ben papa. En ik ben Sam. Hallo Sam, leuk dat je er bent. We hebben vandaag een Japans filmpje, hè? Ja. Japan, daar komen de Pokémon kaarten eigenlijk echt vandaan. En we hebben ook Japanse pakjes. En dat kan je ook zien, er staan allemaal Japanse teksten op. En daar staat waarschijnlijk Pokémon, hè? En Eevee Heroes, want dit soort pakjes, daar kunnen allemaal verschillende Eevees in zitten. Super cool, hè Sam? En we gaan deze nu een keer openmaken om te laten zien hoe cool deze eigenlijk zijn. En je kan ze ook allemaal los bestellen. Er zijn echt heel veel verschillende sets. Allemaal op monsterkorting.nl. Kan je in de beschrijving kan je dat vinden. En we gaan even kijken of we er een super dikke kaart uit kunnen halen. Ja, hè Sam? Zullen we maar eens gaan beginnen? Dit zijn echt coole. Welke heb jij? Maar deze zit ook wel raar in het pakje, want er zitten volgens mij maar 4 of 5 kaartjes in. Ik zal het eens laten zien. Aan de onderkant gaat het makkelijk open. En zo. En dan zit er een heel raar codekaartje in. En zo. En dan zal ik eerst eens de achterkanten laten zien. Kijk, ook de achterkanten van Japanse kaarten zijn heel anders. Heel anders dan de Engelse. Kijk, dit zijn de Engelse. En dit zijn de Japanse. Wauw. En dan nu de voorkant. Eigenlijk moet je een codekaarttrucje van 1 doen. Maar wij doen vandaag geen codekaarttrucje. Hé, hey, dat is gelijk de eerste Eevee, Sam. De eerste Eevee. En een Voltorb. Wow! Het is! Nou, heel toevallig dat we die precies als enige dubbel hebben. Nou, dan kunnen we hem gelijk ruilen. Als er iemand is die deze mega coole Livion V-Max... Wow, en er zit er nog eentje achter, maar dat is nooit een hele boeiende. Wauw. Gelijk al een V-Max op het begin, Sam. Dat is een goed begin, denk je ook niet? Ja. Mm-hmm. Dit is een wit codekaartje. Een wit codekaartje, ja. Dat, nou, misschien. Ik weet niet of dat zo betekent. Wow, ook alle energies. Even pakken. En? Ik weet het niet. Laat het zien. Wel een holo. Wat voor een holo. Wow. Nou, gaan we laten zien, Sam. Een codekaart, ja. Nou, die hoeft niet daarin. Die sparen we hier, de Spaanse codekaart. De Spaanse. Oké, prima, meneertje. Laat ze zien, meneertje. Bliep. Heb je een goeie? Dichtbij, meneer. Hé, een miauw. Hoger. Wow. Hé, hey, een holo. Weet jij nog hoe je heet? Entai. Dat is ook wel een beetje een Japanse naam eigenlijk. Super cool. Holo's houden we ook apart. We maken maar een paar pakjes open. Want we gaan natuurlijk voor die hele bijzondere Umbreon. Of hele bijzondere Espeon. Want er zitten echt mega bijzondere kaartjes in. Of een bijzondere die we net hadden. Maar wel op mij wachten. Oké, is goed. Hey, jij hebt een Eevee. Oh, ik heb een Persian. En een Koda. Ja, haal maar weg. Je wil die Eevee bewaren. En een Energy. Zit er nog één achter, meneer? Nee. Oh, dat was het. Zat er niet zoveel leuk waar. Hey, je zusje. Gossie. Iets van Electrakos of zo? Nee, hoe heet je ook weer? Deze? Ja, Eevee natuurlijk. Die ken je zeker wel. Hoe heet deze? Weet ik niet. Zandberg. Vis. Let op, hè. Die ken je Japans. Oh, schattig beertje. Marowau. Ja, gooi de Vivaporeon! De Vivan Vaporeon. Wauw, heel cool kaartje. En nog een Persian. Wauw. Ik ga via de... Vaporeon Vies, hè? Ik ga via de bovenkant eens een keer opmaken. Nou, dat is goed. En volgende week komt de Engelse variant van deze set uit. En die heet Evolving Skies. Kijk hem maar op. En daar gaan we ook een leuk filmpje van maken. Ik dacht, kijk, bovenkant van op. Echt? Ja. Oh, de bovenkant is heel groot bij deze pakjes. Kijk.
Als je het gaatje weghaalt, ja? Dan kun je het trekken en dan is het open. Oké, en kan je er dan goed bij? Nog een strand-Pokémon. Ik weet niet alle namen. Oeh, beware, geloof ik. Die ben ik ook. Oh, en een trainer. Oh, Jolteon V. Lekker maat. Nee, eindelijk ook Jolteon. Jolteon, geweldig. Ik doe hem gelijk in een sleeve. Ik maar kijk, je moet hem wel gelijk in een beschermingje doen. Die moet je even dingen doen. Oh, dan kan je goed kijken welke energies je nodig hebt, denk ik. En hier ook. In Japan hebben ze allemaal spelletjes op de codekaarten, maar wij snappen ze nog niet precies helemaal. Dus de codekaart moet je niet weggooien? Nee, moet je niet weggooien, want als je ooit een keer Japans kan, als je later groot bent, dan kan je zo spelletjes spelen. Ga je Japans leren? Ja. Maar je kent al Toyota, Kawasaki. En ik ken wel Eevee. En Eevee. Gaan we voor nog... Eevee moet ik maken. Gaan we voor nog een pakje, meneer? Ja. Ja, wil je die? Brengt die geluk? Voelt die goed aan? Oké, ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het. Dichtbij, 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 dichtbij. Oh, zonde. Ik heb hier wel even een heel bijzonder kaartje in zitten. Ik weet zeker dat hier een mega hit in zit. Wilt u deze eens kijken? Zijn molenaar. Miauw. Dames en heren, let goed op, let goed op. Zorg. Komt u, Sam? Holy moly. Holy moly, een goldkaart. Wow. Ik heb een goldkaart. Ja, echt hè? Een echte Japanse goldkaart. In het D-Max of wat dan ook. Baf, Rotom. Komen ze aan. Er komen ze aan. Oh, Espeon V. Heb je hem al open? Net als rechtste hit. Maar misschien is het nu wel deze hit. Zal ik eens even voor jou kijken, meneertje? Wow, 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 wow. Ik vind het een hele leuke set. Vind je Japanse kaarten nou ook leuk om te zien? Geef dan even een duimpje of even een reactie. Welke set je graag wil zien? Jij moet naar de volgende. Oh, moet ik wel naar de volgende? Sorry meneer. Spin. Maar hey! Pika Pikachu! Ik heb deze. Ik heb deze. En ik heb deze. Trainer. Oeh, dat is geen beste. Nou, dan moeten we er toch nog eentje doen, Sam. Ja, echt, hè? Ja, maak deze maar open. Niet kijken, stiekem jij. Nee, ik hij heeft alweer stiekem gekeken. Dichtbij, dichtbij, dichtbij. Wie zit erin? Wie zit erin? Dat is beter, hè? Wow! Glaceon V-Max. Wow. Ja, die zijn echt super cool. Wow, 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 wow. Al twee V-Max'en. En we hadden... Ja? Ook nog. Even deze. Ja, die hadden we van de week, hè? Die is echt cool. Die hadden we net. Wauw. Die hadden we vanochtend uit een doos gehaald. Een ho-oh, dat is een Engelse. Ik zal even de Japanse hitjes laten zien, Sammy Molenaar. Want we hebben Vaporeon V, Jolteon V, Livion V-Max, Livion V, een Gold Card Energy. Wow, die is vet, hè, Sam. En ja, volgens mij deze Glaceon. Of is dat de blauwe? Is dit Sylveon? Ja, ja. Dat is Sylveon. Sylveon, sorry. Glaceon is een beetje die andere. Is deze? Ja, denk ik ook. Is dan die? Hé, hey, wat vonden jullie van de Japanse kaarten? Nou, ik vind ze altijd wel heel tof. Hè, Sam? Echt, hè? Nou, we moeten hier even opruimen, maar we gaan eerst gedag zeggen. Hartstikke bedankt voor het kijken. Geef een reactie welke kaartjes je volgende keer graag wil zien. Welke set? Japans, Engels? Zeg het maar. Hè? Zeg het maar. Zeg het maar. Hartstikke bedankt voor het kijken. Dank je wel. Kawasaki. Kalepoei. En Zukiluki. Kalepoei. En tot de volgende keer. Toedeloe!
Maar zo.